Naar kom. Naar binnen. Kom. Boksen natuurlijk. Vandaag zijn we op boerderij Dommeltje. Ik ga even kijken of er iemand binnen is. Het is prachtig weer, dus het belooft een leuke uitzending te worden. Joehoe! Iemand thuis? Hoi! Hi. Hoi! Hi. Ik ben Inge. Hoi, ik ben Hanny. En ja, van boerderij Dommeltje, dus welkom. Ja, maar niet zomaar een boerderij, want het is wel een hele bijzondere boerderij, hè? Ja, het is de leukste boerderij van Brabant, zeggen wij altijd. Want wat is hier nou allemaal te beleven en wat is er nou zo speciaal aan jullie boerderij? Nou ja, we hebben een melkveebedrijf en daarbij hebben we normaal een horecatak en een recreatietak. Dus een evenemententak, zeg maar. Alleen, die is even uit de running. We hebben een brand gehad in december. Die brand was echt wel echt verschrikkelijk. Ja, was heel heftig, ja. Want jullie waren hier thuis of hoe ging dat? Ik was niet thuis, maar mijn man was wel thuis. Oh ja? Ja. En wat gebeurde er eigenlijk? Er is een gasfles is in de brand gevlogen, zeg maar. En dat is gaan branden en die hebben we niet uit kunnen krijgen. En uiteindelijk is alles afgebrand. In ieder geval, gelukkig heeft de brandweer de stal met de koeien kunnen redden. Ja. Oh, verschrikkelijk. Hanny, ja. Kan je maar iets laten zien? Want daar binnen staat iets. De melktap. De melktap. Ja. Zullen we daar even naartoe gaan? Ja, kom maar. Oké. Binnen. Nou, dit is de melktap. En daar komt. Daar zit rauwe melk in, zeg maar. Dus recht van de koeien. Oké. Okay. Ja. Dus hoe werkt dat apparaat? Nou, hier hebben we een fles. Wil je een gouden dop? Wil je de extra luxe? Of, Nee, doe maar gewoon. Wil je het zelf doen? Ja, als dat mag. Toch? Nou heb ik heel toevallig een euro. Dus die stop ik hierin. Ja? Eerst klepje open? Ja, dat maakt niet uit. Euro erin. Ja? Klepje open. Ja? Fles eronder. Je moet hem even vasthouden. Het is net een biertje, zeg maar. Oh, oké. Dus je moet hem een beetje schuin houden, want anders komt er te veel schuim. Ja, druk je op start. Start. En dan telt hij hier terug van een liter naar nul. Oh, kijk eens mensen. Nou, er zit nu een halve liter in. Oh, mooi. Wat lekker koud. Ja, ja dat moet ook, hè? Ja, snap ik. Hij is ook een beetje geler dan de melk die je uit een pak hebt. Is dat zo? Ja. Maar dat maakt niet uit, want het is natuurlijk vers. Kijk eens. Oh, kijk dan. Ja. Nou, is goed. Dan gaan we even een slokje pakken. Wij raden wel aan om hem te verhitten voor eventuele schadelijke bacteriën die er misschien in zouden kunnen zitten. Oké. Roel? Ja, ik lust hem onze wel. Geluidsman. Die mag dan even proeven. Mm. Maar hoe smaakt die? Heerlijk. Ja? Proef je verschil? Ja, hij is romiger. Ja, klopt. Dat kan kloppen. Ja, dat is duidelijk. Ik sta hier bij John, de man van Hanny. En ik vroeg jou te straks of dat ik jou boer mocht noemen. En toen zei jij, ja, heel graag. Kan je maar uitleggen waarom dat jij heel graag boer genoemd wordt? Nou ja, gewoon een beetje bij de naam noemen. Ik ben boer en daar ben ik trots op. Dus het is niet eens belediging om boer te worden. Ik vind het een geuze naam, ik ben daar juist trots op. Ja. En kan je iets meer vertellen over jullie boerderij? Ja, onze boerderij is van oorsprong alleen een melkveebedrijf. Dat alleen maar melk produceerde. Nou, we zijn in 2004 begonnen met Boerengolf. En toen zijn we zo in een jaar of 10 uitgegroeid tot een
boerderij met 20.000 gasten die niet alleen kwamen boerengolven, maar ook bruiloften, vergaderingen. Nou, ondertussen gaat de mestboekhouding ook gewoon door. En dat is er dus door de jaren heen bij gegroeid, zeg maar. En nou ja, ondertussen is onze melkveetak gewoon in balans gebleven. We hebben nog steeds 60 melkkoeien en 40 hectare grond. Dat willen we ook niet groter maken, omdat je op die manier de kringloop goed in stand kan houden. En als je heel erg uit gaat breiden naar meer koeien, dan kom je land tekort en dan is het een beetje uit balans. Ja, ja. En John, dit zijn koeien, kalveren. Wat zijn dat? Ja, dit zijn eigenlijk grote kalveren. Deze kalveren drinken geen melk meer. Die drinken alleen, of drinken, die eten mais en gras. Dus alleen ruwvoer en wat brok. Deze zijn nu een maand of drie oud. En over een jaartje dan zullen ze voor het eerst geïnsemineerd worden. En dan kunstmatig geïnsemineerd worden. Ja, je bedoelt zwanger gemaakt worden. Is dat? Ja, kunstmatige inseminatie is om zwanger te worden inderdaad. Tenminste, ik weet ondertussen niet waar het er meer voor gebruikt zal worden. En nou goed, als ze dan 2 jaar oud zijn ongeveer, dan krijgen ze voor het eerst in hun leven een kalfje. En vanaf dat moment zijn het ook melkkoeien. Oh ja, natuurlijk, want je kunt natuurlijk geen melk geven als je niet eerst zwanger bent. Het zijn net als mensen, gewoon zoogdieren. Ja. Dus ze gaan pas melk geven als ze een kalfje gaan. Een leuke vent tegenkomen, zeg maar. Ja, een leuke vent tegenkomen met een rietje met sperma. Die komt dan de koe insemineren. Oké. Okay. Hey John, wat zien we hier? Dit is ons nieuwe zwembad voor de koeien. Dus om de koeien extra veel welzijn te geven, daarom is hij ook zo groot, want anders past er natuurlijk nooit geen 70 koeien in. Nee. Dit is de nieuwbouw van onze horeca recreatietak. En we willen eigenlijk toch ook wel meer met onze producten van onze eigen boerderij gaan doen. Dus we willen hier een soort kaaskelder. Oh, en dan de kazen die we daar kunnen we eventueel zelf kazen maken. Maar het is ook een stukje opslag voor allerlei dingen die we natuurlijk nodig hebben. Ja. En het complete gebouw is ongeveer 4 keer zo groot. Dus het is nog een beetje langer en wat breder. Oké, want het is de plek waar in december die brand is geweest. Ja. Wat doet dat met jou? Ja, ze zeggen wel eens, dan lijkt het wel een film. Hè? Dus in vrij korte tijd. Je bent op een moment ben je dagelijkse dingen bezig en een paar uur daarna dan is je toko weg. Het was natuurlijk dikke ellende, want ik wens het echt niemand toe. Nee, want het emotioneert jou eigenlijk nog wel, hè? Ja. Ja, dat kan me wel voorstellen. Ja. Het is je levenswerk wat gewoon weg is. Ja, ik vind het altijd een beetje dubbel. Want aan de ene kant denk ik, het is maar een stapel planken en wat stenen. Ja, maar het is veel meer dan dat. Aan de andere kant, alles eromheen wat erbij komt kijken is inderdaad wel pittig. Ja, wij zitten eigenlijk nu pas weer dat we echt weer flink zin hebben om vooruit te gaan. Maar er gaat toch wel een tijd overheen dat je niet altijd zo goed weet waar je het zoeken moet. Omdat er natuurlijk heel veel op je afkomt. Je hebt met de verzekering te maken, met de vergunningen te maken. Krijg je het financieel allemaal rondgezet. En, we zijn weer aan het bouwen, dus dat is iets wat we altijd graag gedaan hebben. We hebben natuurlijk in korte tijd dit bedrijf opgebouwd. Dat die kunde weer even aangesproken werd, zeg maar, om het snel op te bouwen. Dat hadden we natuurlijk niet op deze manier verwacht. Ik zie het eigenlijk als een nieuwe kans om Dommeltje 2.0 nu op de kaart te gaan zetten. En daar hebben we gewoon ontzettend veel zin in. En we hopen in het voorjaar hier weer spelende kinderen en gelukkige gezichten. Ja, dat is een mooie positieve gedachte. Ja. Ja, zeker. Dat is een mooie positieve gedachte. Ja. Okay. Het is goed voor de scrub van je handen. Ja. En het valt mij hier dus wel op dat alles open is. Ja, hoe komt klopt. Dat? Wij hebben een beetje, ik heb een beetje een eigenwijze stal gebouwd. Je ziet de meeste stallen zijn tegenwoordig vooral steeds dicht. En hebben ze een luifel die open en dicht kan. Maar wij hebben gekozen voor eigenlijk niet een stal te bouwen, maar een afdak, een serre. Buitenlucht is ontzettend gezond, want dan krijg je nooit geen dompige stal, zeg maar. Nee, want als het nou echt koud is, wat dan? Ja, dan is er niks aan de hand. Koeien kunnen heel goed tegen kou. We hebben een waterlijnsysteem, dat is er helemaal op ingericht. De koeien vinden het geweldig, want de buitenlucht is gewoon iets wat de koeien lekker vinden. Zet in de winter de stal maar open, dan gaan ze de sneeuw in, zeg maar. Ja. En het is vooral voor de gezondheid van de koeien heel goed. Vroeger zag je dat de stallen vooral vol en dicht zaten. En wij hebben voor een hele open
ja, je kan het eigenlijk geen stal noemen, afdak gekozen. Dat de koeien altijd in de buitenlucht lopen. Ja. Altijd in de natuur. Hè. Je ziet hier alleen maar groen om je heen. Ja, en het enige nadeel is voor de boer zelf. Die moet een extra dikke winterjas aan. Ja, je hebt wel koud, zei je. Ja, niet. Ik heb het wel koud. Ja. Oké. Okay. Mooi hier hoor. Wat mij opvalt zijn de verschillende kleuren van de koeien. Ja, zijn dat dit nou allemaal dezelfde soorten koeien? Of? Nee, we hebben inderdaad verschillende kleuren koeien. We hebben rode koeien, zwarte koeien, beige koeien, koeien met de witte kop. Nou, dat komt omdat wij eigenlijk een multiculturele stal hebben. Oh. Wij gebruiken heel veel rassen door elkaar heen. Waar heel veel boeren toch altijd hetzelfde ras willen, omdat die heel veel melk geven, doen wij juist allerlei rassen door elkaar gooien. Dat heet de Roses effect, heet het. En dat wil zeggen dat je extra gezonde, sterke nakomelingen krijgt. En dat is eigenlijk een hele natuurlijke manier om de koeien gezond te houden. Ja, wij hebben eigenlijk binnen de dierenartsenpraktijk de meierij op 1A beste score van medicijngebruik. Dus wij gebruiken nagenoeg geen medicijnen en ook geen hormonen of andere. Maar als ze dan ziek worden, wat doe je dan? Uiteraard, als een koe ziek wordt, dan wordt die behandeld als het echt nodig is. Hè? Want een koe kan ook ziek zijn en een verkoudheidje hebben. Nou, dan hoef je niet meteen met de spuit achteraan. Dat is ook een stukje strategie van ons. Van, ja, je hoeft niet meteen te spuiten. Die koe kan ook proberen eerst zichzelf. Maar als je dus zo'n open stal hebt, een lage veebezetting, dus niet te vol stoppen die stal. En natuurlijk voer gebruikt en je doet ook nog kruisen met verschillende rassen, dan heb je dusdanige sterke koe dat je eigenlijk geen medicijnen nodig hebt. Oké, maar ja, oké. Dus wij hebben ook bijna nooit geen zieke koeien eigenlijk. Nee, maar en normaal gesproken bij andere koeien krijgen die dan gewoon altijd al die antibiotica gewoon standaard. Vroeger kregen bijna alle koeien, als ze geen melk gaven, standaard een antibiotica, maar dat wordt door de wetgeving steeds verder teruggedrongen. Maar wij lopen er eigenlijk al een jaar of 10 op vooruit. Wij zijn er toen al mee gaan afbouwen, waardoor we nu eigenlijk al geen medicijnen of vrijwel geen medicijnen meer gebruiken. Oké, okay, nou dat is wel fijn, want het is beter voor de mensen. Ja, ze zijn en ook al voor de koeien zelf, want mochten ze dan een keer ziek zijn, dan heeft het ook effect. John, wij staan hier bij het nieuwe concept. Zo komt het eruit te zien. Ja, ja, inderdaad. We gaan een compleet nieuw gebouw dus bouwen vanwege die brand. Ja, goed, die gaat ook helemaal aan de nieuwste normen natuurlijk voldoen. Er komt een warmtepomp in, een coronaproof luchtventilatiesysteem. En op de koeienstal gaan we 700 zonnepanelen leggen. Dus die gaan ervoor zorgen dat we helemaal energie-neutraal zijn dadelijk. Oh. En het wordt qua aangezicht een mooier gebouw, omdat het vorige gebouw was redelijk recht toe, recht aan. En hier hebben we geprobeerd juist oude elementen van vroeger terug te brengen. Hè. Een rieten dak en zo'n wolfskap. Heb je ook een beetje een gezellige setting om mensen te verwelkomen. Ja. Jij zei toen straks dat je boerengolf, dat jullie dat hier... Ja. Zullen we eens even... Ja, we zullen even een potje gaan spelen. Ja. Hé hey John, ja. Boerengolf. Ja. Ja, jij bent ermee opgegroeid. Ja, soort van. Ja, oké. Okay. Zullen we een wedstrijdje doen? Oh ja, dat mag als je wil. Ja. Wat zullen we voor wedden? Nou, een paar hamburgers. Op een paar hamburgers. Ja. Oké. Okay. Maar wat als ik win? Dan kom je een jaar lang mesten, stal uit mesten. Ja, nee, dat is goed. Nou, dat zeg je. Oké, okay, twee keer dan. Ja? Twee keer? Ja, ik mag twee keer, want jij kent het heel goed. Oké, okay, nou vooruit dan. Ja, oké. Okay. Ja. Begin jij dan? Ja, is goed. Wie het verst kan, hè? Ja, je moet hem dus met twee handen vastpakken zo. En dan gewoon even flinke map geven. Oké. Okay. Jeetje. Nou. Oké. Okay. Nou, ik mocht twee keer, dus daar gaat hij dan, hè? Ja. Hé, hey, die arend. Arend. Zo, die is ver. Huh? Kom John. Nou, de mijne ligt verder. Dus ja. Er zijn okay, twee hamburgers in de pocket. Goed gewerkt. Ik snap er niks van. Dit was boksen natuurlijk. Graag tot de volgende keer. Bobby, Bobby, pak. Pak hem. Ik ben boer en ik vind het een geuze naam, ik ben er trots op.